Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. En dit keer gaan we 3 achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En dit keer is de eerste achtbaan de Monsoon. En het is weer een tijd geleden dat we No Limits hebben gespeeld. En we vertrekken vanuit het station een groene achtbaan met een oranje karretje. En volgens mij krijgen wij een afschietgedeelte. Dat zien wij hier ook. Schitterende bomen dames en heren waar we langskomen. We komen door de looping heen. En we maken hier een mooi bochtje, een scherpe bocht naar beneden. Gevolgd tot een... Krijgen we hier de looping? Ja, hier krijgen we de looping inderdaad. Daar komt hij. En we hebben net genoeg vaart om die te halen. Nou, we hebben genoeg vaart, zo te zien. We krijgen een stukje door het water. En daarmee eindigen we nog niet, want de achtbaan is nog niet klaar, zie ik. We gaan een stukje gethematiseerd hier. We gaan door... Onder de grond eigenlijk, door de rotsen heen. Een stukje remmen lijkt het net op. Het is niet echt remmen, ik weet het niet. Hier krijgen we het laatste bochtje. En ik denk dat we nu bijna bij het einde zijn van deze monsoonachtbaan. De totale groene achtbaan. Een beetje heel gifgroen is het eigenlijk, een hele felle groen. Ik zou het zelf niet kiezen, maar het ziet er wel heel gaaf uit. Dit was de monsoon met 1 looping. We gaan door met de volgende achtbaan. De volgende achtbaan is een afgewerkte Baron 1898 achtbaan door Stef Maaien. Die heeft deze achtbaan gemaakt. Hij had vorige keer wel eens de achtbaan gestuurd naar mij, maar nu heeft hij hem afgewerkt, of een beetje bijgewerkt eigenlijk. Want afwerken kan je altijd niet, want je hebt altijd versies en je denkt van die is beter dan die en die is beter dan dat. Dus, maar ik vind deze moet ook worden gedaan in de No Limits aflevering van deze keer. Dus hier hebben wij de Baron 1898. Daar gaan we vertrekken vanuit het station met dezelfde kleur achtbaan als dat we in de Efteling gaan waarnemen over een aantal maanden. Ik denk dat het niet lang meer gaat duren voordat we deze achtbaan kunnen bestrijden. Tegen het onrecht en het kwaad! En vandaag zijn wij in deze prachtige achtbaan van Baron 1885 voor Christus. En hier staan wij stil. En dit randje zal een hele hoop bezoekers doen schreeuwen van plezier. En je hangt en je gaat naar beneden. In de tunnel. Een halve looping. Kom maar tot de immerman. En dan krijgen we natuurlijk dit hele scherpe bochtje. Echt heel gaaf dit bochtje. Dat zal heel lekker aanvoelen in de achtbaan. Heb ik het gevoel. En hier op het einde ook nog een lekker scherpe bocht. Gevorderd. Met de remmen die... Het is gewoon een hele strakke achtbaan. Ik vind hem gewoon heel kort duurt hij. Maar ik denk dat kort en krachtig beter is dan lang en saai. De derde achtbaan is de laatste achtbaan die we gaan doen voor deze aflevering. En dan zeggen wij alvast weer gedag met de kijkers, jullie dus. En de volgende achtbaan heet... Even kijken waar die staat. En we zitten in de Scorpion. En volgens mij is dit een achtbaan die iemand van jullie heeft doorgestuurd via de mail. En ik heb hem gedownload en ik ga hem nu spelen speciaal in deze No Limits aflevering. Hij heeft ook een reuzenradje neergezet en een spinning wheel dingetje, weet ik veel hoe het heet. Het ziet er wel fantastisch uit dit. Moet je kijken, die bocht daar die over het station loopt, dat vind ik een vrij leuk, ik vind hem vrij leuk eruit zien. Aparte keuze ook voor de baan, blauwe ondersteuning, met rood heeft hij erbij gedaan, ook rode karretjes met zwarte bekleding. Dan staat erop, Timberliner. Nou, dat is leuk om te weten. Oh jee, we maken een daling. Oh, wat een heerlijk gevoel zal dat zijn. En we gaan naar beneden, we komen omhoog en wat een vaart heeft deze achtbaan zeg. Jeetje, nu al? En we zijn nog niet eens beneden. Kijk, fantastisch, kijk hoe hoog we ook zitten op dit moment. Dit is een heerlijk achtbaantje tot nu toe. Oh ja, we krijgen 2 dalingen, we gaan heel hard nu. Wow. Jeetje. En ik denk, is dit het al? Wauw. Ongelooflijk. Wow. Oh, we hebben een crash. Er staat een melding dat de achtbaan is gecrashed. Wat gaaf, ik heb dat nog nooit gezien. Ik vind het fantastisch om dat een keer mee te maken. Wauw, ik zie ook... Ja, hier een botsing tegen elkaar aan. Ja, dit hoort niet. Hij kwam gewoon zo hard dat die remmen gewoon geen nut hadden in het systeem. In ieder geval een hele kleine achtbaan. Ik vond dit heel apart. Het leek alsof hier een knik in zat, maar dat zit er denk ik net niet in. Of wel, ik merkte het niet helemaal. In ieder geval echt een fantastische achtbaan. Een leuk achtbaantje. Maar als ik moet kiezen, dan heeft de Monsoon gewonnen. De eerste achtbaan.
van deze drie achtbanen. Laat weten in de comments welke achtbaan jij het leukste vond en waarom. En ja, je kan je ook je mening vertellen over elke achtbaan. Het zou heel tof zijn. Ik zie je volgende keer met een nieuwe No Limits aflevering. En tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. Doei doei!